Wie begon vandoor? Ja, het is een beetje dubbel, maar ja. Het is wel mooi. Maar het is heel mooi. Ja. Ja, we zijn hier voor Rudolf. Ja. Rudolf komt uit Veendam, die is heel erg ziek, uitbehandeld ook. Mm. En die heeft nog een laatste wens. En dat heeft te maken met trucks, vrachtwagens, alles wat erbij hoort. Ja, wie zijn ze stond? In die vooraan staat ook de truck Noah for All. Ja, dat is de stichting die dit organiseert. Ja. Mooi. Mooi. Noah for All. Ja, Noah for All, ja. Hoe ben je van Dorfveer? Ja, wij zijn een stichting die terminale en zieke mensen die uit de transportsector komen, nog een laatste mooie dag gaan laten beleven. Ja, ja, om het asfalt nog een keer onder je kont door te laten gaan, zeg maar. En zo zeggen jullie dat, hè? Asfalt onder de kont. Op de bon, hè? Precies. Ja, ja, ja. Hey, maar over Noah. Noah was een jonkje van een klein jonkje, zeg maar, die helemaal gek van de transport was. Die had het nooit red, zeg maar. Klopt. En daarom is die stichting ontstaan. Ter ere aan Noah. Ja, je moet het zo zien. Chauffeurs die staan altijd voor iedereen klaar. Hè. Als er maar een toertochtje gedaan moet worden, trommel maar een chauffeur op. En ze staan met grote getallen. Ik zal geen pijl, maar is dat zo? Ja, dat is wel degelijk zo, ja. Oké, nou klopt. Dat hoort nog wel. Maar als die chauffeur zelf zeg maar ziek wordt, dan komt hij uit zijn comfortzone. Want hij is natuurlijk altijd chauffeur geweest, altijd onderweg tussen de collega's. Maar word je dan ziek, kom je thuis te zitten. En dan kom je in isolement terecht. Ja, ja. En dan kijken de mensen niet meer zoveel naar de chauffeur om. Terwijl die chauffeur altijd voor iedereen klaar had gestaan. Nou, dat is met Noah ook zo geweest. En al die chauffeurs hebben dat voor Noah gedaan. En omdat het met Noah dan verkeerd is afgelopen wat dat betreft, hebben ze gezegd van, dan gaat Noah nou maar eens in wat terug doen voor de chauffeurs. Wat is dit voor een machine? Nou, laat ik het uit. Dit is een auto die we speciaal hebben ontworpen voor mensen die bedlegerig zijn. Wij willen er ook voor iedereen zijn. En ook voor de mensen die bedlegerig zijn. Dus dat wil zeggen, of je nou in een rolstoel zit, of dat je moeilijk, althans dat je nou in bed zit, dan kunnen wij met deze auto, daar staat een brancard, er zit een brancardtafel in, er zit een brancard op. We rijden de brancard naast het bed, via een tilliftje, zetten we hem, leggen we hem op de brancard. Ja. Nou, lopen we mee naar binnen. Even kijken. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, we gaan kijken. We moeten eerst op slot doen natuurlijk. Want ja, wij in het westen. Ja, dat zie je niet nodig. Ja, nee. Ik kan niet meer gewoon open laten staan. Wie loopt zo nog eens in? Oh, wauw. Op de grond liggen de airlines rails. Hieronder zit een stalen plaat. Die is verbonden met het chassis en gekeurd door het RDW. Ja. We hebben een brancardtafel, die kan op, die kan hoog en die kan laag. Het is zo simpel. En het is voor de chauffeur die in het laatste stadium van zijn leven zit, geeft het nog extra brandstof. Het geeft nog wat meer kilometers. Totdat ze bij de laatste afrit zijn gekomen van het leger. Ja, en dat zo nam je de laatste afrit van het leger. Ja. Maar je weet, wie gewoon een Rudolf zou. Hij is jarig vandaag, hè? Ook nog. Ook nog. Daarom zijn we hier ook in grote getal. Oh, dat speciaal wacht even, vandaag. Mooi, Manu. Mooi. Aan de punt moest er zijn, zei ik hem al. Rudolf. Zeg maar. Ja, mooi kerel. Gefeliciteerd eerst, hè. Ja, dank je. Ja, ja, ja. Jorg? Ja, ik ben 69 geworden. Oh, gefeliciteerd. Ik heb een weddenschap met mezelf. En wat voor een weddenschap was dat, kerel? Nou, mijn longarts die had gezegd van januari maand en was gebeurd. Net als hij van optimistisch van mijn verjaardag. Nee, zei die hoeft toen nooit. Dus ik heb nou een weddenschap met mezelf opgesloten. Ik heb gisteren een toren besteld met vuurnaam. Met tekst erop van... Was wat, joh? We kunnen er nog even zo doen. Ik heb natuurlijk ook altijd even in oor. Zeg maar in wat dan, ja, dokter Steinberg. Je krijgt morgen de toren van mij met de tekst erop van... wie is een positieve ex-patiënt. Ja, ik hoop dat die toren je hartstikke lekker smokt. Ja. Twee zoons van Rudolf. Wat doet dit met pa vandoor, joh? Ja, ik denk dat dit wel goed doet voor hem. Hij had echt helemaal niks verwacht. En, ja, je zag al toen we deze kant op gingen dat hij emotioneel werd. Dus het doet wel echt goed voor hem. Ja, wie sprak met de jongens van Noah, zeg maar, van de stichting? Ja. En die zeiden, wie wilden chauffeurs, zeg maar, ex-chauffeurs of chauffeurs die ik ben, even de kans geven om nog een keer weer op de bon te gaan. Ja. Hoe valt dat? Heerlijk. Is dat zo bijzonder, op de bon? Ja. Ik kan je nooit voorstellen. Maar het was echt diesel in plaats van Blauwdam. Eigenlijk is vrachtwagenchauffeur, ja, het is wel werk, het is gewoon, maar het is geen bon, het is een leven. Ja, het is een, ja, het mag zo zeggen, het is in wezen een soort hobby wat in werk is. Ja, toen moest er echt geld geschikt voor zijn. Ja. Nou, gooi even nog apart, doe was van niks. Nee. Ik word alles, maar ik vertel je niks. Nee, dan heb ik wel daar. Hey, en wat mij betreft nog een viola erbij. Ja. Ja, ik hoop het ook. Ja, maar die komt weer, hoor. Ja, 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 maar ja, maar je mag hem ook weer zijn, die dokter even weer. Wat doet het met die?
zo'n dag? Heel veel pijn, heel veel verdriet ook. Maar hou me op dit moment even sterk. Het is gewoon heel bijzonder wat iedereen doet voor mijn vader. Dus, Is dit nou ook al voor jullie ook al een soort afscheid nemen? Hoe mag dat zijn? Nou, voor mij een beetje wel. Ik ben een beetje aan het voorbereiden erop voor dat als het echt zo gebeurt dat de klap een beetje minder wordt. Dus het is wel inmiddels heel zwaar. Slechte nacht achter de rug, dus... Ja. En wat neemst u nou met van die pa? Ik verneem dat u trots bent op die pa. Ja, zeker. Wat hij allemaal, dat verneem ik echt. Wat hij allemaal bereikt heeft, wat hij voor ons allemaal gedaan heeft. En als kleinkind mochten we altijd mee naar de, met vrachtwagen mee. Dus dat is een heel bijzonder moment. Vader-zoon momentje. Dus ben een weekje van huis in de vakantie, ben je meegegaan naar Zweden en dat soort dingen. Kom je ook weer ergens anders in één keer. En ben je als klein kereltje, zeg maar, is pa, kijk die ook in me aan. Ben je dan trots op, zeg maar, pa met zo'n dikke vrachtwagen en met? Ja, dat wel, dat zeker. Het was wel altijd mooi, hè, met hem mee op de vrachtauto. Rudolf Veurders, toe, zeg maar, eigenlijk voor de eerste keer de baan opgehuist. Ja. Vrachtwagenchauffeurs hebben altijd toch muziek. Ja. Deze met jou. Is toen nog een verzoeknummertje? Ja, nee, van Henk Wijngaard, Vlam in de Pijp. Nee, was geen nut? Ja. Kloor. Met de vlam in de pijp stuur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Wil je nou nog meer video's zien van RTV Noord? Abonneer je dan hier en vervolgens kun je de video's dan aan deze kant weer kijken. Veel succes! Mooi.